Ik ben Jill Huibrechts en dit is mijn dressuurvlog. En dit is mijn moeder. In mijn vlogs geef ik jullie een kijkje in mijn leven als internationaal Grand Prix Amazone. Super leuk dat jullie weer kijken naar mijn vlog. Het is een beetje rustig geweest op mijn YouTube kanaal. Dat komt omdat ik een nieuwe vlogcamera heb. Die andere heb ik bij het oude spel gezet. Want die maakt een heel irritant tik geluidje. Dat is jullie vast wel opgevallen. Tijdens het filmen. Dat kwam door het zoomen. Dus daar kon je echt helemaal niks aan doen. En ik heb nu een nieuwe camera en als het goed is, is deze zonder tikjes in het filmen. Dus ik ben er heel blij mee en ik hoop dat ik er heel veel plezier van ga hebben. In deze vlog wil ik eigenlijk jullie aandacht voor het volgende. Ik ben namelijk deze cap tegengekomen, GPA cap. GPA is eigenlijk terug van nooit weg geweest. Het is echt een merk wat vroeger ontzettend hip was. Of ja, vroeger, laten we zeggen... 6 jaar geleden. Ik was toen ook zo'n meisje die echt super graag een GPA cap wilde. Zo'n carbon of een titium, weet je wel. Die ontzettend populaire helmen. En GPA is eigenlijk een beetje blijven hangen bij die helmen. En heeft weinig gedaan aan vernieuwingen. Maar daar is nu verandering in gekomen. En GPA heeft dus nu allerlei nieuwe opties en een nieuwe helm. Waar heel veel mogelijk is. En dat wil ik jullie graag laten zien in deze vlog. Ik heb hier namelijk het nieuwe model van GPA. Dat is deze mooie helm. En hier wil ik graag even wat meer over vertellen wat er allemaal mogelijk is onder andere. Maar ja, dit is eigenlijk het model wat we misschien allemaal wel kennen. Dit is de Speed Air. Nu zie je dat hier een best brede klep aan zit. Het is echt een modedingetje. Je ziet dit bij het springen al ontzettend veel. Ja, bij het springen is het dus heel populair. Dat kan dus bij deze cap. Je kan een brede klep, maar je kan ook kiezen voor een gewone klep die iets subtieler is. Maar wellicht wordt het in de dressuur ook nog een modedingetje en zitten we straks allemaal met zo'n mooie brede klep op onze cap. Je ziet bij deze cap ontzettend veel luchtgaten. Hier aan de voorkant 2 hele grote en hier tussen de nog een paar riggeltjes. Aan de achterkant zitten ook 2 grote gaten. De lucht stroomt dus echt gewoon door de helm heen. Omdat er dus aan de voor- en de achterkant lucht doorheen kan. Dus dat is wel echt een dingetje van deze helm. Verder is hij ontzettend veilig. En voldoet hij natuurlijk aan alle veiligheidsnormen. Wat dus nieuw is bij GPA. Ja, eerst hadden ze een beetje van die saaie springhelmen. Tegenwoordig heb je eigenlijk ontzettend veel opties. Die het allemaal heel mooi en gepersonaliseerd kunnen maken. Zo heb je allerlei verschillende leertjes. Deze kleuren, dit zijn leerstaaltjes, zijn allemaal mogelijk op de klep en op het bandje. Ze hebben niet bijvoorbeeld maar 1 kleur blauw, maar dat vind ik persoonlijk altijd wel heel fijn dat ze dus verschillende kleuren blauw hebben. Omdat blauw is echt zo'n kleur... Ja, er zijn zoveel verschillende tinten in. En als je echt een goede match zoekt met je wedstrijdjasje bijvoorbeeld, dan moet je echt even op zoek naar de goede kleur blauw. Nou, en hier hebben ze bijvoorbeeld wel 3 verschillende kleuren blauw. Ik zal ze even naast elkaar doen. Hier zijn 3 verschillende kleuren blauw. Een hele lichte, een donkerdere en een beetje richting het zwart. En dat is dus allemaal mogelijk voor de klep en voor de kinband. Verder is hier echt een enorme kleurstaal in welke kleuren je de helm kan laten spuiten. Het is echt oneindig. Hier zit ook echt een zieke neon. Dat kan dus gewoon. En wat ik heel goed vind, nogmaals, is dat je dus echt die verschillende tinten hebt. Want ja, je wil natuurlijk dat het zo goed mogelijk matcht. Met de rest van je kleren of outfit, hè? Daar zijn we allemaal wel mee bezig, dat het steeds meer één mooi geheel wordt.
En met deze staaltjes kun je dus echt gewoon verschillende kleuren kiezen die echt het meest bij de rest van je set bijvoorbeeld passen. Dat vind ik heel, heel bijzonder. Verder, dit leertje op de bovenkant is ook in allerlei verschillende opties mogelijk. Dat kan dus in deze kleurtjes die ik net allemaal heb gezien, die ook op de, klep en op de kinband kunnen. Die kunnen hier ook op. Hier kunnen ook Swarovski steentjes opkomen. Dat is ook heel mooi, heb ik al gezien. En natuurlijk kan je hier op het midden ook een Nederlandse vlag of iets van sponsors. Of je maakt gewoon de hele cap in de kleur van je sponsors. Dat is echt dus allemaal mogelijk met deze nieuwe opties van GPA. En dat is wel echt heel cool, vind ik. En echt een verbetering voor GPA dat dit nu mogelijk is. Ik heb even voor de gelegenheid mijn slipjas, mijn wedstrijdslipjas, gepakt. Want ik ben dus ook zo'n miep die eigenlijk alles in dezelfde kleur wil hebben. Ik heb dus een blauwe jas en er zijn dus echt 100 verschillende kleuren blauw. En ik wil altijd eigenlijk dat mijn cap zoveel mogelijk bij mijn jas past. Anne Meulendijk heeft deze tik ook. We zijn er altijd zelf een beetje samen mee bezig daarover. Ik zou dus met mijn jas kunnen gaan kijken welke kleurtjes nou het beste bij mijn jas passen. Nou, deze is gewoon echt bijna hetzelfde. Deze past dus echt ontzettend goed bij mijn jas. Dus voor deze zou ik kiezen. Dat is toevallig ook het kleurtje wat nu op de klep zit. Dus je ziet dat dit heel mooi bij elkaar zou passen. Verder zou ik dan nog gaan kijken naar de kleurtjes die hier mogelijk zijn voor de rest van de helm. Nou, en dan zijn er dus echt ontzettend veel mogelijkheden voor gewoon blauw eigenlijk. Dus dan zou ik zo kunnen gaan kijken van ja, wat vind ik nou het mooiste? En deze is, past er eigenlijk heel goed bij, zie ik meteen al. Deze saffierblauw. Dus gewoon bijna hetzelfde. En dat vind ik gewoon echt heel cool dat dit dus kan. Nou, zo ziet hij er dus uit in actie op mijn hoofd. En hier wil ik dan eigenlijk ook mee eindigen. Ga eens een keer naar de Ruitersportzaak en zet hem een keer op je hoofd. Want wellicht is het een super geschikte helm voor jou. Omdat hij zo licht en luchtig is. En omdat je er natuurlijk super veel opties aan toe kan voegen tegenwoordig die echt bij jou passen. Dat was hem. Tot de volgende keer. Vergeet je niet hieronder te abonneren.